De veranderingen in het landschap vangen in muziek en beeld. Dat is waar fotograaf René van den Burg en muzikant Gerwel Kusters al een jaar mee bezig zijn. Elke eerste van de maand, exact 12 uur, improviseert Gerwel 5 minuten. En probeert René de sfeer in één beeld te vangen. Toen we begonnen, was hier een ontzettende machinerie neergestreken om dit project voor elkaar te brengen. Dus had je eigenlijk helemaal geen idee meer van er is natuur. Maar als je nu ziet, nu het project bijna klaar is. Toen in april stonden we hier met hagel. En toen zijn we gaan schuilen onder zo'n viaduct die dus als tijdelijke bypass gerealiseerd was. Dat is nu water geworden. Dus als je daar nu op dat plekje weer gaat komen, dan sta je gewoon, ja, kun je zwemmen. Dus dan, ja, dat is eigenlijk heel bizar dat je dan zoveel veranderingen erbij hebt om iets uiteindelijk tot stand te brengen. En ingrijpend was de verandering. Er kwam een nieuwe stadsbrug. De bestaande brug moest verlengd worden. En er werden immense hoeveelheden grond verzet. Misschien wel het meest ingrijpende voor de inwoners van Lent. 50 huizen en bedrijven moesten wijken voor het project. In Lent is verontwaardigd gereageerd op het besluit van de stuurgroep dijkteruglegging. Het is larikoek wat Rijkswaterstaat. En dat maakt de mensen boos. Ik denk dat er rapen gaar zijn. Dat ze werkelijk naar die instantie stappen om de zaak recht te zetten. Ook garagehouder Frank Pluim kreeg te horen dat hij moest verkassen. 25 augustus 2000 kreeg ik een bouwvergunning. Het oude bedrijf we hadden zouden we één keer groot maken. Nou, die vergunning is toegekend. En 3 weken later hoor je dat je weg moet. Dat is dan even zuur. Maar ja, uiteindelijk zijn we toch na een jaar toch gaan bouwen. En uiteindelijk hebben we in 2009 alles verkocht aan Rijkswaterstaat. Vooral als je terugkijkt, zeg je nou het is goed gegaan. Maar op het moment dat je dat hoort, dan denk je hé, dat wil ik niet. Ik wil, laat het met een ander gebeuren, maar niet bij ons. Maar ja, je houdt het niet tegen. Verslagen en verontwaardigd. Zo voelden de inwoners van Lent zich na het debat Ruimte voor de Rivier gisteren in Den Haag. De inwoners van Lent verzetten zich met hand en tand tegen de aanleg van de Nevengeul. Maar al dat protest mag niet baten. In 2013 gaat de eerste schop de grond in. 3, 2, 1! Het is de start van een ware aardverschuiving. Maar liefst 5 miljoen kuub grond wordt er verzet. En het landschap rond Lent verandert voorgoed. Frank Pluim woont inmiddels op een nieuwe plek en heeft zijn bedrijf verplaatst. Wat ons toen opviel, hadden toen de wijkers en de dijkers. En de dijkers die waren toen blij dat ze konden blijven zitten en dat de wijkers weg moesten. Uiteindelijk zaten de dijkers wel 4, 5 jaar lang in een bouwput. De wijkers zijn gecompenseerd, hebben geld gekregen, al een woning gekocht, zijn misschien of in Lent gebleven of naar buiten Lent gegaan. En volgens mij zijn die allemaal heel tevreden. Emotioneel doet het toch wel wat met je. Het is toch 10 jaar onzekerheid. Waar gaan we heen naartoe? Wat gaan we krijgen? Hoe gaat het allemaal lopen? Ja,